In oktober is de Stichting Platform Toerisme en Recreatie Ontdek Mil van start gegaan. Vandaag geven zij een presentatie over hun uitvoeringsprogramma, hun doelen en hun ambities. Ad Berends, u bent voorzitter van de stichting. Hoe is de stichting ontstaan? Nou, de stichting is eigenlijk ontstaan door het feit dat men in de hele regio vindt dat er meer gedaan moet worden aan toerisme en recreatie in zijn algemeenheid. Dat houdt niet alleen de gemeente Mille in, maar zeker de hele regio in het land van Kuik. Ook samenwerkingsverbanden zijn in opstart, worden straks in zijn totaliteit gerealiseerd. Maar eerst plaatselijk alles voor elkaar hebben is daarin van heel groot belang. Door wie is het initiatief ontstaan? Door de ondernemers zelf of door de gemeente? Nee, de gemeente is hier eigenlijk de initiatiefnemer in. Dus die hebben dat opgestart. Die hebben nu ook nog een bepalende rol? Ja, nou, ze hebben toen in de tijd hebben ze de opdracht verstrekt aan het bureau van Sandra. En Sandra die is dat allemaal in gang gaan zetten. En de opzet is dat de gemeente erin blijft zitten, die blijft erin participeren. Die is ook zo vriendelijk om financiële steun eraan te verlenen. Maar de initiatieven moeten duidelijk vanuit de totale gemeenschap komen. En daar zijn wij als platform medesturend en initiërend in. Wie zijn deelnemers in dit platform? We hebben op dit moment 20 deelnemers, maar we hebben heel graag dat meerdere zich aan gaan sluiten. Maar bij die ondernemers die erbij zitten, dat zijn mensen vanuit enkele stichtingen, dat zijn mensen vanuit vastgoed, Peters vastgoed, dat zijn mensen die, maar uit alle kerkdorpen. Dus we hebben het, als we het over Mil hebben, hebben we het over de gemeente Mil. Dan hebben we het over mensen uit Sint-Hubert, uit Langeboom, uit Wilbertoort, die allemaal kleinere ondernemingen hebben. Maar klein is vooral fijn. En heel belangrijk, vol passie. En heeft het ook te maken met het regionale platform Land van Kuik? Nou, dat is dus de bedoeling, net zoals ik zojuist al zei. De bedoeling is dat we daar straks op aansluiten. En dat heeft te maken met wandelpaden, met fietsroutes, met activiteiten die samengekoppeld worden. Dus op het moment dat het zo is dat we dit in zijn totaliteit echt goed op de kaart hebben staan. De eerste evenementen die worden al vanaf 11 mei georganiseerd vanuit het platform. Samen met onder andere Stichting Actief Mil en anderen. Maar de bedoeling is dat we in zijn totaliteit straks gaan werken met alles binnen de regio van het Land van Kuik. Monique Nelson, hoe ziet het programma eruit voor 2013? Ja, 2013, daar zijn we net in de startblokken. Hè? Dus het is een beetje nog invullen. Maar we hebben 6 projecten die we zijn opgestart. Dat is bijvoorbeeld Adventure. En daar is het oerparcours een van de onderdelen van die we echt gaan realiseren. In samenwerking met hele grote spelers op dat vlak. Dan de promotie, hè? Dus de onthulling van het logo, het website, Facebook, Twitter, flyers, posters in de kranten. Dat is een onderdeel van het project. Dan hebben we nog de wandelroute knooppunten waar we aan meewerken met RMB. En beleefde oorlog, ook heel leuk. Gaan we thema arrangementen voor samenstellen. En een laatste, Down Upside, dat is een grote tentoonstelling van foto's in het centrum van Mil. In samenwerking met allerlei partijen die voor verstandelijke gehandicapten zorgen dat ze in de picture worden gezet. En dat is eigenlijk een hele snel vlucht wat we gaan doen in 2013, maar er komt nog veel meer. Is er inderdaad ook al een meerjarenplan bekend? Ja, dat is wel aan ons gevraagd om dat te maken, dus we zijn er heel erg hard mee bezig. Dus voor, ook voor 2014 en 2015 zelfs hebben we in grote lijnen al uitgestippeld waar we naartoe gaan met Ontdek Mil.